Ja, ik ontmoet Tjerk redelijk veel de laatste jaren, zeg maar. En dan kom ik ook graag hier. Ja. En als u hem ontmoet, dan denk ik dat er een soort klik zou kunnen zijn als bijvoorbeeld topcoach? Nou, wat ik gedaan heb is met Tjerk en nog iemand komen we eens in de zoveel tijd op een Champions League avond bij elkaar, bij mij. En dan nodigen we een aantal coaches uit. Uit andere gebieden. Van de Geest, die ook hier vandaag was, die heb ik een keer uitgenodigd en zo. Kempkes, al die mensen nodigen we uit. En dan gaan we een avondje Champions League kijken met z'n allen. En dan, ja, daar komt van alles uit. Er komt ongein, gein, maar ook serieuze thema's. En dan heb je veel coaches van andere sporten die elkaar een beetje gek maken, een beetje bestuiven. Dat klinkt toch gezellig? Een biertje erbij, een paar zoutjes? Nou, ik moet even denken, want Tjerk drinkt een glas wijn. Maar we zijn geen drinkers. We zijn geen drinkers. Nee. Maar blijkt dan de ene fanatieker te zitten juichen dan de ander? Hoe moet ik dat voorstellen? Nou, we volgen de Champions League natuurlijk, omdat al die coaches ook wel in voetbal geïnteresseerd zijn. Maar van daaruit, zonder dat het een agenda is, krijg je allerlei ideeën, gedachten, discussies over sport, over ontwikkeling, over opleiding. Waar het hier vanmorgen met Tjerk ook over ging. Ja, want u bent bij deze boekpresentatie, Wie durft, van Tjerk Bostra. Wat zijn er dan de dingen die u misschien wat doen als Tjerk iets zegt over coaching? Nou, wat vooral denk ik een heel moeilijk thema is, hoe word je van beloftevol jonge speler, jeugdspeler, meisje, jongen, hoe kun je doorstoten? En dat is in de tenniswereld denk ik heel moeilijk, omdat je dat vergt zoveel investeringen in die individuele sport dat als je door wil groeien en je wil dadelijk een boterham verdienen in de tennis, ja, dan heb je zoveel te investeren, dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk in deze individuele sport. Is dat het grote verschil met voetbal bijvoorbeeld, dat het een teamsport is? Ik denk dat het voetbal, als je dan naar prof en wat daaronder ligt, dat het beter gefaciliteerd wordt omdat het teamsport is en dus ook meer aandacht is en meer ondersteuning daarin. Nu spreek ik andere coaches hier, Gerard Kempkes, Paul Haarhuis, die zeggen ja, misschien is er wel een soort, net als in het schaatsen, een commerciële stap mogelijk. Dat je een commercieel team hebt met een commerciële sponsor ook, dat de tennis op die manier omhoog zou kunnen gaan. Ziet u daar iets in? Nou, dat zijn wel die ideeën die op die avond ook ontstaan. Ja, daar praten we heel graag over, zulke ideeën. Ja, als je dat zo kan organiseren, ja, dan zou ik daar niks op tegen hebben. Bent u eigenlijk een beetje een tennisliefhebber? Ja, zeker. Ik tennis graag en ik kan nu wat beter bewegen dan een jaar geleden, zeg maar. Dus ik sta voor het eerst weer redelijk, als ik kan, op de tennisbaan, redelijk vaak. De knieoperatie is geweest, maar u staat niet meer naast de baan, maar ook op de baan blijkbaar. Nee, wat ik deed in de tennis altijd, omdat ik voor mij op mijn niveau een redelijke volley had, redelijk, niet meer. Ja. Dan ging ik op die T-splitsing staan en dan kwamen die ballen wel ongeveer naar me toe. Maar ik kon niet links of rechts, maar dat gaat nu weer beter dan voorheen. Dus ik speel weer graag. Veel dubbelen of juist enkelspel? Ja, enkel doe ik, maar dubbelen vind ik ook leuk, omdat het heel snel gaat met via volley, vind ik leuk. Nou weet ik niet of u vaak hier in Rotterdam komt, maar voor een tennisliefhebber is dit genieten, toch? Ik kom hier wel in Rotterdam, maar hier is ook nog een groot stadion. Ander groot stadion, dus ik kom hier wel vaker, ja. Maar bij het tennistoernooi? Ik ben ooit wel eens geweest, maar dan praat ik wel over heel lang geleden. Het is voor het eerst sinds lange jaren weer. Het is wel absolute topsport, hè? Absolute topsport. Ja, nee, zeker. De individuele sporter die wordt natuurlijk blootgesteld aan de fouten, aan zijn eigen fouten. En wordt dan meteen of gestraft of aan de andere kant beloond. Dat is in het teamsport anders. Dus wat dat betreft kun je in het teamsport ook de spelers individueler gaan benaderen. Om ook zij individueel op hoger niveau te brengen. En dat is bij tennis is dat natuurlijk meteen, plus nog camera's erbij, is dat heel, heel, heel open. Tot slot dan, u noemde zelf even dat grote stadion. Heeft u daar een idee? Tegenwoordig wordt Feyenoord geroemd. Hè? Het is het beste voetbal in jaren, zeg maar. Of in ieder geval heel verzorgd op dit moment. En toch zo'n enorme achterstand op PSV. Heeft u daar een idee over? Nou, we zijn heel snel met verguizen en dan ook weer helemaal naar grote hoogte doen brengen. Ja, ik denk als je het seizoen een beetje analyseert dat ze augustus, september daar op achterstand gezet zijn al. Er waren nieuwe spelers, nieuwe coaching. Dus ik denk dat ze daar wat veel verloren hebben. Maar ze hebben het ook niet in kunnen lopen daarna. Dat is het opmerkelijke. Die achterstand is wel groter geworden ook na september. Ik weet niet of dat cijfermatig zo is. Maar Ajax en ook PSV met name, die hebben natuurlijk al hun wedstrijden.
gewonnen, waardoor die afstand, ja, dat zal 1-2 punten minder meer zijn. Maar die, ik denk dat het in het begin van het seizoen met een paar thuisnederlagen toch al de basis gelegd is daarvoor. Maar we hoeven ons in Rotterdam geen zorgen te maken om... Nee, maar ik zie ze graag. Ik heb ze dit seizoen al een aantal keren live gezien. Ik hou wel van, langzamerhand, dat in die ploeg, en dat hoeft dan nog allemaal niet met fraaie voetbal te zijn, maar daar komt wel een soort onverzettelijkheid in die ploeg. En dat vind ik wel mooi om te zien. Dat zou iets kunnen beloven voor komende seizoenen misschien? Ja, zeker. Zeker. Dank u wel. Wou je nog iets kwijt? Nee, ik raak mezelf wel kwijt. Oké. Okay.